Een hele goede dag YouTube. Ni hao. Van harte welkom op mijn YouTube kanaal en welkom bij de Let's Play van Ghost of Tsushima. Het is de derde aflevering, we zijn precies geëindigd bij die mooie tempel waar ik de vorige aflevering een allereerste, hoe heet zo'n ding ook weer? Goed nadenken Denzel, talisman, dat was het woord. Talisman hebben vrijgespeeld voor onze katana. En we hebben de hoofdmissie, de erecode van de krijger aanstaan, zoals je linksboven in beeld kan zien. De wereld is genieten, is Japans zen. Ik zie een en al eye candy en pracht en praal. Tot in de oceaan, waar boten varen in de verte, echt met hele mooie wolken. Ze hebben hier echt iets heel unieks neergezet. Kijk de losse blaadjes op de grond die af en toe opwaaien. Het is een soort mix tussen verschillende games met de blaadjes physics van de game Flower. Kunnen jullie die nog herinneren? In ieder geval, het is de derde aflevering. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. De support show een like droppen. Zou de video en mijn serie enorm helpen. Verder kan je natuurlijk abonneren mocht je een nieuwe kijker zijn. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste uploads. En zou je mij extra willen supporten als kijker, dan kan dat met een Denaden kanaallidmaatschap. Meer info vinden jullie in de videobeschrijving. Oké, de natuur zegt beeldschoon. Er vliegen hele mooie tropische vogels rond. De windphysics zijn echt dope. En hier hebben we een gevecht. Ja, een tweekamp. In hoeverre gaat dit lukken? Hey! Zijn ze te hoog level voor mij ofzo? Ik denk het wel, hè? Ik denk dat ze een te hoog level voor me zijn. Ik word echt vies afgemaakt nu hier. Normaal zijn de hits op enemies best wel krachtig, toch? En sterven ze relatief snel. Nu tegen dit soort groepjes waar ik zo'n tweekamp dan tegenaan ga, ja, dat lukt gewoon niet. Dus ik denk dat ik het ook maar gewoon skip en probeer over te slaan. En anders zouden we misschien op een stealth manier door moeten gaan. Ik herken nu in ieder geval de Gouden Tempel en het standbeeld daar. En we zijn op ongeveer een kilometer afstand op weg naar een verhaalmissie. Dus laten we daar gewoon maar heen gaan en alles wat we onderweg tegenkomen, kunnen we proberen te trotseren. Maar ik voel mezelf ook nog helemaal niet sterk. En de enemies in de wereld van Ghost of Tsushima voelen nog redelijk sterk. Ik ben net begonnen, het is pas de derde aflevering. Ik heb het net 2 uur gespeeld. Dus ik ga ervan uit dat ik nog iets verder moet upgraden. Wil ik dat soort random encounters kunnen verslaan. Ah, kijk, we gaan nu ook richting een heel groot meer. En zij zocht haar broer natuurlijk bij een vissersdorp. Dat is haar laatste aanwijzing. Hier had ik volgens mij al voorraden opgepakt. En ja, hier ben ik in aflevering 2 geweest. Even kijken. Als ik de kaart erbij pak. Ik kan natuurlijk niet heel goed zien hoe dat meer loopt, hè. Dus we moeten om het meer heen om daar naar die hoofdverhaallijn toe te kunnen. Zo. Ja. Oei, oei, oei. Oké, dit meer had dus niets te maken met de missie die we nu spelen. Want de wind wijst ons verder. Wel langs de rivier hier.
door Mongolen bezet gebied. Ik denk dat dit nogal moeilijk is om ze allemaal te verslaan. Dit zijn er echt verdomd veel. Maar valt eigenlijk wel mee. Hier kunnen we niks meer, hè? Hier kan ik de spullen niet oppakken. Mooi. Het heet Hijoshi. Hijoshi. Ja, dat is zo mooi. Ik weet heel weinig van de Japanse taal überhaupt, maar ook van de Japanse cultuur. Ik vind het wel altijd heel prachtig en heel indrukwekkend ofzo. Maar ik weet er gewoon vrij weinig van. Stealth Assassination is ook allemaal nog niet uitgelegd, hè? Ja, de meeste dingen zijn echt niet uitgelegd, dus ik denk... dat ik hem ga peren, guys. Ik denk dat ik gewoon naar dat plekje toe ga, de verhaalmissie. Want wat we daarmee gaan vrijspelen is dus inderdaad stealth assassination, gehoor, etc. Dat is Yuna. Zo, wat is dit indrukwekkend, man. Het is echt heel mooi om hier door de wereld heen te rennen. Dit is misschien... Ik heb namelijk een vriend die echt... klaar is met open wereld games. Het lukt hem gewoon niet. Hij kan niet de moeite opbrengen om elke keer in die wereld op zoek te gaan naar de volgende locatie. Het lukt hem gewoon niet. Hij is helemaal op uitgekeken. Ik denk oprecht dat dit een van die games is die hem er misschien weer in gaat krijgen. Omdat het zo'n unieke aanpak van een open wereld game is. En omdat alles uniek en mooi en nieuw voelt. Dus de natuur is prachtig, maar dan heb je ook nog tempels. Je hebt mooie dorpjes. Je hebt enemy bases. Je hebt verhaalmissies. Je hebt... visserskampjes, je hebt riviertjes. Ik denk echt dat hij dit tof gaat vinden. Jin, you found me. You handled that well. I should have heard him coming. Let myself get distracted. These people saw Mongols marching prisoners upriver. They had a blacksmith with them. Your brother? Sounds like it. They were taking him to a camp near the Kaneda Inlet. I know the place. Holy shit, wat ziet alles er stijlvol uit. Did you find any samurai to free your uncle? Not yet, but I'm still searching. I'm sure you'll find someone soon. Ga naar een plek die uitkijkt op het Mongoolse gevangenenkamp. Oké, okay, een uitkijkpunt moeten we zoeken. De wind wijst me ook gewoon wel in de goede richting. Ik ben nou wel benieuwd, hè, want we kunnen natuurlijk deze hoofdmissie doen. Ik begin meteen mijn paard op te gaan. Maar hier hebben we een soort dorp, of een hutje, vissershutje. Taka can help you, after we save him. Je kan hier dus naar binnen. Hard to believe I might see him soon. He's lucky to have you. He might disagree. That's what siblings are for. We vinden er helaas niks. What about you? Any brothers or sisters? Lord Shimura is my only family. Helaas. What will you do when he's free? Take a breath. Because then I'll know there's hope for our island. You feel that strongly? I've watched him win victory against impossible odds. And after your brother is free, what then? Honestly, I haven't had time to think about it. Oké, ik zit helemaal onder de modder, besef ik me nu pas. Omdat ik natuurlijk gewoon over mijn buik onder een gebouw doorging. Holy shit, Sucker Punch, wat heb je dit bijzonder goed gedaan. Ik sta echt een beetje te kijken van alles wat ik zie.
Ook de manier hoe je nu nog zo minimaal getraind bent, maar je uiteindelijk kan freerunnen op daken, stealth, kan assassinaten, boog gameplay hebt. Je verdere samurai skills uitbreidt. We hebben nog niet eens de keuze gehad of we spelen als samurai, ghost of weet ik veel wat, snap je? You're riding well. How are your wounds? Mostly healed. Your bandages did the trick. You don't share much about how you feel, do you? I suppose you're right. My uncle taught me that a samurai masters his emotions, like you master a horse or a blade. That's a hard way to live. It's not supposed to be easy. Weet je wat ik soms vergeet? Dat je met R2 op je paard klimt in plaats van met driehoekje, want driehoekje is een quick attack. Dus je schiet daar helemaal niks mee op. Sterker nog, ik beuk bijna mijn paard in elkaar, dus daar moet ik heel erg mee oppassen. Waar moet ik precies heen? Oké, okay, het gaat gewoon vanzelf, zie je? Een plek die uitkijkt. En daar moeten we uiteindelijk ook een keer heen. Nu niet, dat is een groot kasteel. Oei. Het eiland Tsushima. Wacht, we hebben drie dingen. Kamiyagata. Toyotama. Izuhara. En we hebben nog niks bevrijd. Ait. Lekker bezig, Dan. En daar... Oh, als ik er langskom, wordt het ontdekt, tussen aanhalingstekens. Ik begin alles wat ik zie meer en meer te snappen. So far, echt een hele mooie game, maar voornamelijk een ervaring. There's a spot up ahead that overlooks the river. Should give us a good view of the Mongol camp. There's the camp. Tough to get inside. The Mongols threw that place together in days. There has to be a way in. Let's look. We need to reach Taka without putting him in danger. We'll find a safe approach. Defenses in back are formidable. You could scale the rocks on that side. If they're loose, they might give way. Alert the guards. The front wall there is still under construction. Could be a way in. We can look for a gap in the front wall. Slip inside. And cut down the Mongols where they stand. If something goes wrong, they'll kill the prisoners. I've seen them do it. We have to go in quietly. Like thieves. What's wrong with that? Before the samurai, this island was ruled by criminals. We changed that by creating order. Delivering justice in the open. We live by a code of honor. And sometimes we die by it. Warriors like my father, who just wanted to give us a safer home. I want the same thing. But we have to fight back. I promised my uncle I'd never break our code. Then bend it. To save my family. And what's left of yours? Let's get a closer look. See what we're up against. We should wait until it gets darker. Let's move. Zo, hé. Het is nu ook echt donker. Dit is trouwens de reden dat ik deze missie ging doen. Omdat ik die stealth approach wil gaan leren van haar, Yuna.
En die stealth approach, die leren we dus... Als het goed is, hè? Ik weet niet of we dat nog kunnen bekijken. Als het goed is... Dagboek. Nee, je ziet dus nu eventjes niet meer... Actieve verhalen. Nee, kloten. Je ziet eventjes niet meer wat de beloning is van deze missie. Even before the invasion. But you took care of him. Someone had to. He hated when I stole. But it was that or starve. I didn't have a choice. I didn't choose to be a samurai either. But going against my instincts, my code. It's better than getting wiped out by the Mongols. We have to fight back. Any way we can. De beloning gaat in ieder geval een vette move zijn, stelt. Mocht je nou denken, Jezus, wat is dit lineair? Er staat zelfs een markering. Snap je wat ik bedoel? Er staat zelfs een markering van, nou, hier, ga hier door het hek. Maar begrijp, dit is een van de allereerste verhaalmissies waar iets mij aangeleerd gaat worden. Verder zitten er nog talloze kampen in zitten waar je helemaal je eigen approach kan kiezen. Dus dat wordt heel gruwelijk. Kijk, zie je, er starten nu ook steeds filmpjes, dus het is echt nog een eerste missie. En dit is basically het verhaal. If they see us, they'll kill the prisoners. Then we better stay quiet. And open their throats. You can do this. Weet je wat het is? Hij laat zich allround scholen nu. Maar het is natuurlijk tegen de erecode. Hij verbreekt de erecode. What do you think, Jin? The bear is running with a limp. Your arrow wounded him. This is when a beast is most dangerous. Remain alert. Yes, uncle. Keep after him. Nu kunnen we, als het goed is, mijn focus gehoor vrijspelen. I didn't think bears lived here. They don't. But the fighting in Yarikawa drove some this way. So it's the rebels' fault. We should feed them to this bear as punishment. We are not barbarians, Jin. Kijk hoe groot die boog is op zijn rug trouwens. En kijk ook, de boog zweeft op zijn rug, zit niet vast. Kleine details. Kleine details waar ze... Eigenlijk als je ziet hoe goed die game is gemaakt... Waar ze wel op hadden moeten letten, toch? Waarom is er een boog op zijn rug aan het zweven? Volg de berensporen met je oom. De oom die nu dus vastzit, hè? Bear stumbled here. Is it dying? No, but we're getting closer. Holy shit, de natuur is zo mooi. Stay ready, Jin. Yes, uncle. If it's still alive, can I take the shot? Prove you can control your emotions. Then, perhaps. Zo, dat mistige veld ook, jongen. Oh, hij is hier doorheen gebeukt, denk ik. We got him. Careful.
he could still be alive. This arrow should not have killed him. Look, Uncle. There's a gash in his side. Not from an arrow. An assassin! From Yarikawa! Traitor! You would stab the Chito in the back! Rosakai! Control yourself. We are not criminals, like this man here. We are samurai. He tried to kill you! He must answer for this crime with his life. And look him in the eye. And teach him that samurai never acts out of anger or fear. And take his life with honor. When we fight, we face our enemy head on. And when we take their life, we look them in the eye with courage and respect. This is what makes us samurai. Only cowards strike from the shadows. Maar ook dat is een kunst. Hij is te gefocust op zijn samurai zijn. Waardoor hij inderdaad cowards en zo, weet je wel, vanuit de schaduwen. Maar ik denk dat dit het keerpunt is waarop Jin een ghost wordt. Snap je mijn punt? Uit de schaduwen toegeslagen. Geen eervolle dood. Jin. What's wrong? I broke the code. Let's find your brother. I can't let them see us. Use all your senses. Think and move like a thief. Kijk, nu gaan ze het uitleggen. Druk op de touchpad voor focusgehoor. Zo ontdek je vijandelijke posities. Al kun je dan wel minder snel verplaatsen. Manier van stealth assassinations is wel eventjes next level, hoor. Waar ik nu achter moet komen is hoe ik bepaalde voorwerpen kan gebruiken om die guards af te leiden, bijvoorbeeld. Upgrade voor de Sakai Katana. Kan ik de upgrade ook zelf selecteren? Vraag ik me dan af. Het zijn mijn twee wapens. Dat is die kleinere. Kom ijzer tekort. Maar deze heeft ook een eigen upgrade. Kijk maar.
En je kan hem upgraden bij een wapensmid. Oké. Okay. Good to know. Dat wordt dan Sakai Katana 2. Voordat het net één kill geleden niet zo goed lukte, gaat het hem nu toch best goed af. Eén kill geleden had hij nog moeite. En look at him now. Ja joh, die zit zich te bezatten gelijk, Happy. Net op het moment van Slonky. Ik denk dat dit hem is. Dus we gaan eerst nog even verder moorden voordat we die kooi openen. Zo! Zag dat zwaard gaan? Oké, dat zwaard ging echt heel rap. Aardig wat gevangen hier. Kijk, voorraden. Het zijn gewoon die Mongol camps. 1 van 40. Gesprekken met de Khan. Het is een eerste soort van rol papier. Wat een eenvoudige monnik hoopt te bereiken door gesprekken met de Khotun Khan vast te leggen. Ik wil zijn woorden en daden documenteren om het begrijpelijke wantrouwen van de mensen in Tsushima weg te nemen. Wederzijds begrip te kweken en meer bloedvergieten te voorkomen. De Khan is zeer ontvankelijk voor deze gesprekken. Hij is verrassend openhartig over verschillende onderwerpen, ook al ben ik maar een vertaler en bovendien Japans. Zijn ambitie is even grenzeloos als die van een shogun. Hij is zich bewust van de geschiedenis en zijn plaats erin. Tegelijkertijd wil hij meer te weten komen over onze cultuur en geschiedenis. Wat een intrigerende man. Ziek dat dit er ook gewoon in zit, hé. Jezus, die gasten die hebben echt zichzelf weer overtroffen. Dus dat wat Naughty Dog deed, zichzelf overtreffen met The Last of Us Part 2. Wat echt nergens op sloeg hoe goed dat spel was. Qua detail en graphics en sowieso op technisch vlak voor op een console. Dat was natuurlijk gewoon niet normaal. There, a prisoner. Taka? Let's find out. No, it's not Taka. Het sloeg gewoon helemaal nergens meer op hoe goed die game was. Dat doet Sucker Punch nu door vanuit Infamous naar zo'n super interessante open wereld game te gaan. Yuna, is that? No. Oh, good. Kut, het is ook overleden, dat wist ik niet. Ik wist niet dat het dood was, anders had ik meteen al die deur geopend. How did you get in here? We need to go. We'll talk when it's safe. Come on. Ik zie, ik sta in zijn weg. Ik stond in zijn weg en dan doet hij dat soort dingen. Dus de game is... Kijk nou waar we naar kijken. Het is helemaal goed. Helemaal mooi. Prachtige wind. Goede dynamische weertypes. Lichtval.
graphics, et cetera. En dan toch is het een beetje lompig nog soms. En ik hoop dat ze dat kunnen fixen. Let's get to the river. We'll be safe there. Want nu kan je daar even doorheen prikken en tussen je vingers door bekijken. Maar ik hoop oprecht dat ze dat gaan fixen. Are you with the Straw Hat, Ronin? I was. Cut ties with them after they started running low on rations. Lord Shimmer has been captured. And I could use some extra swords to free him. Are you looking for work? No. But the other Straw Hats may be. Last I heard, they were hunting Mongols in Tsitsi Prefecture. By the coast, near the Kishi grasslands. Jongens, ik ben echt net begonnen. Echt net begonnen pas met mijn game. Het voelt al zo groots. This way. We're looking for my brother, a blacksmith named Taka. Don't know him, but a lot of prisoners move through here. You said they were moving the slaves. Where? They mentioned Asimo Bay. And there was a blacksmith in the last group. A young man with a beard. From Yarikawa, maybe. You'd better be right. I hope you find your blacksmith. Taka's alive in Asimo Bay. The town is surrounded by walls. Rushing in without a plan will only put him in more danger. I have a friend who might be able to get us inside. Find him. The sooner we rescue Taka, the sooner we save my uncle. Jin. Taka will forge whatever tool you need as soon as he's free. But after that, we're leaving the island. You've seen what the Mongols are doing here. Lord Shimura can stop them. Stay. Help us fight for a home. Home is wherever Taka and I go. My friend lives in Asimo Prefecture, on the border with Tsutsu. I'll find you there. I know this wasn't easy. Going against your code. I did what I had to. Thank you. Lord Shimura. You deserve better than this. Convince your people to stop resisting, and you can walk free. Stop wasting my time. Kill me. You think you've lost everything. But your nephew is still alive. Jin. My men control the roads. They build war camps near your towns. They see everything, and they will find him. Lord Sakai will fight until his last breath, as will I. You love him, just as you love your people. You're a father to them. Will you abandon your children? I won't make them your slaves. Geen weg terug meer. De tweede trofee van de game en de allereerste verhaalmissie voltooid. En we hebben een eerste techniekpunt vrijgespeeld. Oké, je hebt een techniekpunt verdiend. Gebruik het om krachtige nieuwe technieken te leren die je helpen in je strijd tegen de Mongolen. En dat is ook een reden waarom ik tot nu toe nog niet heel erg sterk was voor mijn gevoel. Ik heb nog helemaal geen enkele techniek, joh. Perfect pareren, check die move. Hiermee verdien je een middelmatige hoeveelheid vastberadenheid. Het is een perfecte parry. Dubbel rondje. En het dooft vuur. Oh, die game gaat zo goed worden.
We doen eerst die en daarna ontwijken met dubbel rondje, want we hebben al bijna het volgende techniekpunt. Een van de volgende dingen die ik wil doen is voortgang houding. Ik krijg er ijzer en legende toename. Het is die herbergplek, een door de Mongolen bezet gebied waar ik dus niet naartoe kon de vorige keer. Simpelweg, ik had de skill nog niet vrijgespeeld. En dit vissersdorp ook nog niet. En hier is nog een onontdekte locatie, dus daar gaan we ook even heen. En hier gaat dan de volgende verhaalmissie verder. Dus, Jin's dagboek. Heel cool, daar gaan we boogschieten leren. En dit is dus een plek waar ik mijn wapen zou kunnen upgraden. Zie je, beschikbare upgrades 1. En daar kan je ook gewoon naartoe snel reizen. Het is alleen nu niet mogelijk, omdat we waarschijnlijk in een stukje story zitten ofzo. Nee, dat niet eens. Maar ik ben aan het rusten. Zie je? Ga naar Yuna in het huis van haar vriend in Zuid-Azamo. En daar vervolgt dan deze hele missie-sequence. En dat is missie hoeveel van hoeveel? Hier is het helemaal. Je kan het niet zien staan hoeveel van hoeveel missies. Het is alleen echt de hoofdverhaallijn. Dus daarom staat er niet bij. Kijk, omdat dit de hoofdmissie is. Dit is dan wel Jin's dagboek. Maar de gebroken smid is echt. Dat werkt in hoofdstukken, zie je. Hoofdstuk 1. Bevrijd heer Shimura. We moeten haar broer redden, de smid. We moeten de strohoed Ronin redden. We moeten de broer van Yuna moeten we redden. Dat is de smid. En dan moeten we de vrouwen Masako, Sensei Ishikawa en de strohoed Ronin. Alle drie recruteren. En dan hebben we zeg maar hoofdstuk 1 gehaald. Dus dat is gewoon deze dingen doen in deze wereld. We gaan eerst langs het vissersdorp. Dan daarheen en hier links van mij is dus een vraagteken. Vossenhol. Ik hoor ze ook. Fucking cute. Hij is echt gewoon vrolijk aan het spelen. Sprongetjes aan het maken. Nu is het geen vraagteken meer, maar staat er bij Vossenhol, niet voltooid. Oké, nou ja, dit vissersdorp is dus best groot. Gelegen aan de rivier. Hier zijn gelukkig geen Mongolen. Klinkt heel raar om dat het Mongolen te moeten zeggen, omdat ik het normaal gebruik als... Aha, wat een Mongool. Maar wat staat hierbij? Kan je het op een bepaalde manier voltooien? Nee, staat alleen bij vissersdorp, dus je kan er verder niks doen. Oké, dan gaan we snel naar een missie toe. Nou ja, niet eens een missie. Die kunnen we genoeg doen. Wat ik ga doen, is ik ga die herberg ga ik helemaal clear van de Mongols. En als we die herberg dan gecleared hebben, dan kan ik snel reizen naar de Gouden Tempel en daar bijvoorbeeld een eerste wapen upgrade doen. En dan ga ik in aflevering 4 en daarmee dus de volgende aflevering ga ik dan vanzelf verder met het verhaal. Maar voor nu ben ik gewoon meer de open wereld aan het introduceren en ook zelf gewoon de game, de snelheid van de game, game mechanics en andere uitlegdingen gewoon puur aan het ontdekken voor mezelf. Deze game kan echt ontzettend my cup of tea worden. Als ik hier goed in word. Yeah.
killed you. And huge speech. Waar komt die muziek vandaan, jongens? Staal, all right. Thank you. Ah, daar zijn wel grote guys. Oké, niemand hier. Hij is er. Mongoolse artefacten. Van een coole Mongoolse dolk. En natuurlijk best wel veel mensen die hier gestorven zijn, helaas. Voor mensen waarvoor ik gewoon net te laat was. Die muziek komt echt daar vandaan. Wat ik hier allemaal zie. This is how we win. Okay, top. Hey.
precies dezelfde manier. Ik heb mezelf een beetje geheeld. Энд харагдахгүй л байна. Уцаа дээрж мэдэн сэрэмжтэй бай. Leider is dood. Nou snap ik hoe moeilijk het is. En dit is dus op difficulty hard. Jeez man, we hebben hier een hele leider vermoord. En de herberg hebben we overgenomen. Oh, kijk even. Voltooid en een hele leider gewoon meegenomen die zich blijkbaar hier had schuilgehouden. Een Mongoolse leider verslagen en ondertussen kunnen we dan... hier de aflevering eindigen. Dit was echt ontzettend lastig. Oprecht. Kijk deze game, jongen. Ik denk dat het niet goed overkwam op beeld hoe moeilijk dit was. Maar ik speel de game bewust op moeilijk. Dat hebben jullie me in het begin zien selecteren. En ik wist natuurlijk niet wat ik ervan moest verwachten. Maar dit is inderdaad een aardige difficulty. Heb ik deze gasten nou... Ja, dit was die leider, die heb ik gewoon afgemaakt. Die kritieke treffer was heel sick. Dus eerst die kritieke treffer. En dan vervolgens het afmaken. Nou, hier was de... over, maar ik kan hier niks upgraden. Dus we doen gewoon op deze manier. Kaarten bijpakken, snel reizen. Upgrade doen, aflevering eindigen. Zijn we weer. Precies in deze area, met ook precies deze stijl. Another samurai? Alive? I thought Lord Jinroku was the only one. I don't know the name. He's in Kashine, my lord. I'm sure he would be happy to see you. I'm curious to meet him. Kijk, goed om te weten. Kaart bijgewerkt, we hebben gewoon info verkregen. Over een andere samurai. Dit zijn de verhalen van Tsushima. Oftewel, sidequests. Waarbij mijn legende toeneemt, ik materialen vrijspeel, andere dingen. Ah, dit is zo gaaf. Ik ben in love. Het is aflevering 4, ik ben compleet omvergeblazen. Na The Last of Us 2 is dit de beste game die ik wilde hebben gewoon. Want het is zoiets anders, maar het is zo tof. Whatever your sword needs. Inderdaad, de tweede upgrade kan gedaan worden, want ik heb 408 materialen, 27 eisen. Balanced, sharp, and deadly. Apologies, you don't have what we need to do the work. Ik had het wel gewoon bijna, hè? Lekker doorgaan dus. Do you know of any supplies in the area?
No, my lord. But Kami will lend you aid if you pay your respects. Find the Torii gates, follow them to a shrine, and take what is offered. They say a charm blessed by Kami can change one's fate. I could use that kind of help. En met deze woorden ga ik deze aflevering hier afsluiten. Super bedankt voor het kijken. Dit was echt insane vet weer. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik in ieder geval wel. En tot de volgende aflevering van Ghost of Tsushima op mijn kanaal. Later.